De ontwerpwet instelling Constitutioneel Hof wordt mogelijk volgende week op de agenda van de Nationale Assemblée geplaatst. De commissie onder leiding van DNA-vicevoorzitter Melvin Bova heeft de afgelopen dagen hearings hierover gehouden met relevante groepen. Zo zijn gisteren procureur-generaal Roy Bainaj Pandey en waarnemend hofpresident Iwan Rasoulbaks ontvangen. Vandaag is een gesprek gevoerd met justitieminister Jennifer van Dijk Silos. Ook is er een onderhoud geweest met de vorige commissie, instelling Constitutioneel Hof, onder voorzitterschap van het gewezen lid Ricardo Panka. En ook met de grondwetwijzigingscommissie. Er volgt nog een consultatieronde met de Orde van Advocaten en de juristenverenigingen, die zich hebben verdiept in de kwestie Constitutioneel Hof. De gesprekken hebben te maken met het leggen van een goede basis voor een goed werkend Constitutioneel Hof, zegt Melvin Bova. De instelling van het Constitutioneel Hof werd weer actueel nadat de Krijgsraad de Amnestiewet 2012 terzijde legde, waardoor de vervolging in het 8 december strafproces kon worden voortgezet. Deze zaak is echter niet de directe reden dat het parlement de instelling van het Hof weer oppakt, zegt Bova. Kijk, de verleiding waar we niet in komen is de verleiding dat we een wet of wetten moeten maken onder zekere druk of aanvoering van een persoon of een instituut of andere instituten of een toevallige concrete ontwikkeling die te maken zou hebben met iets dat er gebeurt. Nee, je moet een wet maken omdat het nodig en noodzakelijk is. Natuurlijk dwingen sommige situaties en sommige zaken je nog meer om dat te doen. Waarbij je kunt merken inderdaad dat deze case een extra aanleiding zou moeten zijn. Maar het is niet de aanleiding, het is niet de reden. De belangrijkste reden voor het Constitutioneel Hof is het feit dat de grondwet en de grondwetgever, dus de volksvertegenwoordiging, vanaf 1975, maar ook in 1987, het nodig, beter dan noodzakelijk heeft gevonden. Dat er een instituut nodig is om de wetten en de inhoud daarvan te toetsen aan de grondwet, te toetsen aan internationale verdragen, zodanig dat er meer rechtszekerheid is. Daarom is het nodig om een constitutioneel hof te hebben. Commissievoorzitter Bova geeft toe dat het instellen van het Constitutioneel Hof moet bijdragen aan het wegmaken van de door de president Bouterse geconstateerde constitutionele crisis. Ook zou het Hof een einde moeten maken aan alle andere potentiële crises binnen de rechtsstaat die kunnen maken dat er veel rechtsonzekerheid ontstaat. Hij hekelt daarom het feit dat de amnestiewet, gemaakt door het Hoogste College van Staat, wordt genegeerd door enkele rechters. Dan heb je inderdaad een ernstig vraagstuk, zegt Bova. Anderzijds vindt hij niet dat deze situatie vergeleken kan worden met de terugroepwet, waarbij het vonnis van de rechter wordt genegeerd door het Centraal Hoofdstembureau. Ik heb niet de informatie dat een overheidsinstituut de werking van, van de terugroepwet heeft gepareerd. Ik denk juist dat de wet waarvan we met z'n allen weten dat het onvoldoende is geformuleerd, sterk genoeg is geformuleerd om duidelijkheid te brengen in verschillende zeg maar conflicten tussen meestal leden van partijen en besturen en zo. Er is onvoldoende zekerheid dat er komt vanuit de wet. En de wet daadwerkelijk in haar werking veel onvolkomenheden heeft. En juist vanuit die onvolkomenheden merken we dat partijen, dat wel organen of instituten, onvoldoende weten hoe ze de uitvoering van de wet zijn gang moeten laten gaan. Ik denk dat dat een ander vraagstuk is. Ik heb niet gezien en ik draag niet de informatie dat er bewust een wet of de werking daarvan aan de kant is gezet. Dat is niet het geval. Ik ben zelf mede-initiatiefnemer voor de wijziging van de terugroepwet. Waarom? Omdat de terugroepwet heeft bewezen onvoldoende werkingskracht te hebben en veel onzekerheid, restonzekerheid met zich meebrengt. Aldus Melvin Bova, voorzitter van de commissie instelling
Constitutioneel Hof. We spraken hem naar aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn met belanghebbende instanties en personen bij de voorbereiding van de ontwerpwet instelling Constitutioneel Hof van Suriname. Het Hof zal dienen als een hogere beroepsinstantie voor rechtzoekenden.